Immobiliengroep Cofinimmo wil met een kapitaalverhoging 285 miljoen euro ophalen. Het gaat nieuwe aandelen uitgeven tegen 95 euro per stuk. Dat is een korting van 7,6% op de laatste slotkoers. Bestaande aandeelhouders krijgen voorrang. Met het geld plant Cofinimmo nieuwe investeringen, vooral in rusthuizen en zorggebouwen. Daar valt meer opbrengst te rapen dan in de kantorenmarkt, zegt de groep. De kantorenmarkt blijft er, gaat kwalitatief willen we die wel verbeteren. Maar de groei zien we die wel eerst en vooral in de zorgsector. Vooral in Nederland, denken we. Ook Frankrijk iets minder mate en eventueel Duitsland. Dat zien we wel. In België hebben we ook nog mogelijkheden, maar daar gaat het meer om nieuwbouw. Echt nieuwe zorgsectorgebouwen die we gaan bouwen voor onze bestaande klanten.